alles rond in het hoge land. In deze aflevering verkennen we de fysieke en sociale toegankelijkheid in onze gemeente voor mensen met een motorische of een zintuiglijke beperking. Er zijn verschillende manieren waarop je kunt kijken, de gewone toegankelijkheid fysiek, zeg maar. Over het algemeen vind ik dat vrij goed. En wat ik heel mooi vind is dat het gehandicaptenplatform heeft moeite gedaan om te kijken welke winkels voor ons heel goed toegankelijk zijn. En die hebben een sticker gekregen. Dan zijn er winkels waar die eigenlijk niet toegankelijk zijn voor mij, omdat ze veel te vol zijn. Want ik heb ook de ervaring met een winkel die, waar ik niet in kon komen tot 2 keer toe. En ik heb toen opgebeld en toen zei die persoon van, nou weet je wat je doet voortaan? Je mag mij bellen, zeg maar een kwartier van tevoren of zo. En dan zorg ik gewoon dat ik klaarstaan voor jou. Ja, is met oud en nieuw is de lift gemolesteerd van Arriva. En het heeft 3 maanden geduurd voordat die gerepareerd was. En wat ook is, ze hebben nou nieuwe treinen bij Arriva. En die blijken dus sommigen ook totaal niet toegankelijk te zijn voor de rolstoelers. En dat vind ik eigenlijk wel een hele grote misser van Arriva. Mijn instelling is gewoon, Arriva heeft een probleem met mij, maar ik niet met Arriva. Ja, over de voorleesfunctie die dus vaak op veel websites standaard is ingebouwd. Ik gebruik hem persoonlijk nooit, want ik heb, zoals jullie wel gehoord hebben, de gemeente het hoog. Mijn eigen voorleessoftware. Hè, alle blinde mensen die een computer hebben, die hebben die software wel. En nu zijn we dus bij het daadwerkelijke maken van de afspraak. U maakt een afspraak voor paspoort. Deze afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Leeg. Eerst volgende mogelijkheid winst op woensdag 25 augustus keuzerondje niet geselecteerd. Oké, nu kan ik dus met keuzerondjes kan ik selecteren waar en wanneer ik die afspraak kan laten plaatsvinden. Ik wil heel graag mee kunnen doen. Als mensen geen rekening houden dat ik zwaar slechthorend ben, dat is zo vervelend en dat maakt me ook verdrietig. Wat heel belangrijk is, dat ze duidelijk spreken, niet overdrijven, ook niet extra hard, maar gewoon rustig en duidelijk articuleren en me aankijken. En ik vraag ook vaak dat de mensen zo gaan zitten dat ik niet tegen het licht in hoef te kijken, want dan kan ik hun mondbeeld niet goed zien. Wat ik ook heb is als mijn voordeelbel gaat, die hoor ik van vaak niet, nee. Dan gaat bij mij een lampje aan in de kamer. En dat heb ik ook met mijn wekker. Dan heb ik iets onder mijn kussen liggen. En als mijn wekker dan afloopt, dan gaat het een beetje trillen. Nou, daar word je echt wel wakker van. Maar er gaan ook lampjes knipperen. Dus dat is ideaal. Ja. Ik ben ook onder andere een dorpsgids in Winsum. En dan vragen heel veel mensen aan mij, hoe kan dat? Hoe doe je dat dan? Nou, ten eerste is het zo, als je dorpsgids bent, ben je zelf voornamelijk aan het woord. En daar kunnen natuurlijk vragen komen. Maar in het begin stel ik me altijd voor en dan zeg ik wel tegen de mensen, ik ben zwaar slechthorend. Dus als stel dat je vragen stelt, kijk mij dan even aan en praat rustig. En dan kan ik ze beantwoorden. Maar als je achter mij loopt, ja, neem het dan niet kwalijk als ik niet reageer, want dat hoor ik niet. Dus het is heel belangrijk van, tik even gewoon op mijn schouder van als je wat wil gaan zeggen. Dus maar het gaat ontzettend goed en ik vind het ook enorm leuk om te doen. Gezond in het hoge land.